Jongens, ik kom alleen vermelden dat vanaf morgen, 6 november, 4 uur, QC2 weer wordt geactiveerd. Dan gaan we gamevideo's gooien. En om hem af te trappen, beginnen we met de game waar het allemaal is begonnen. Fortnite. Jongens, ik heb er zin in. Er komen ook weer meerdere gamevideo's. Dus ja, we zijn weer actief op twee kanalen. Hoei, het is je boy QC. En we zijn er weer. Nieuwe video. Voor de mensen die vandaag jarig zijn, alvast gefeliciteerd. Ik ben ten einde raad. Ik wist niet wat ik moest zeggen. Dit flipt er gewoon in één keer eruit. Maar ja, mocht je jarig zijn, gefeliciteerd. En zo niet. Ja, nog steeds hartstikke welkom bij deze video. Hartstikke leuk dat je kijkt. Want vandaag hebben we weer iets moois op de schema staan. Iets wat we al een tijdje niet meer hebben gekeken. En dat zijn internetgekkies. Zoals jullie weten, is er een mooie YouTube-pagina genaamd Oliver's Internetgekkies. En ja, die dropt altijd compilaties. Dus ik ben benieuwd wat we vandaag weer tegen gaan komen. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. En dan gaan we beginnen. Op deze nummer schuurde ik je moeder. Ja. Ja, begint het al zo. Begint het al zo. Het was zo random. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik krijg ineens dit te zien. Op deze nummer schuurde ik je moeder. Ja, ik weet niet eens waarom ik dit zo grappig vind. Het ding is, ik zag het gewoon niet aankomen. Dit is het eerste filmpje wat ik voorbij zie komen. En het pakt me gewoon off guard. Ik weet niet eens waarom ik dit grappig vind. Oh, we zijn in de bus. Oh nee, voor de kut, ik moet eruit. Oh, zo, wow. Ik doe er even hier op de stoep. Opa is niet blij. Ik moet eruit. Die is niet blij. Doe even normaal, ja. Hallo. Ja. Oh, maat, nee, we hebben zin om jou, bro. Ik snap dat je misschien niet meneer zijn gezicht wilt filmen vanwege zijn privacy. Maar ik hoef je broek niet te zien, maat. Ik hoef je broek niet te zien. Kom op, man. Weet je waar ik aan moet? Ik moet gelijk aan die jongen denken in Duitsland. Die zeggen, ik moest eruit. Ik moest eruit. Ja, dat moest ik even aan denken. Prachtig. Je bent een gewoon busje, hoor. Nou, weet je wat? Kijk maar hoe ik eruit kom. Hoe moet hij nou eruit? Oh. Ze zet hem gewoon stil. Hij krijgt wel zijn zin. Was het niet meer af. Pak je heel kut. Iedereen leer. Zo kan je niet zijn. Zeg maar. Dus als ik het goed begrijp, hè, laten we even analyseren. De man begint best agressief. Maar ik moet hier stoppen. En gebruik daar niet de al te nette woorden voor. Vervolgens zegt hij, ik kan niet zomaar stoppen hier. Hij staat, zegt, weet je wat, je krijgt je zin. Krijgt hij zijn zin en dan zegt hij dit. Kom op. Maar soms heb ik het gevoel dat zure oude opaatjes, omdat ze opa zijn, denken het recht te hebben om alles te zeggen. Alles te doen. Maar denken dat alles kan, omdat ze ouder zijn. Dus je moet wel respect voor hen hebben, wat logisch is. Maar vervolgens hoeven ze geen respect voor de rest te hebben. Maak ik vaker mee. Denk dat ja, zo'n opa kan je best wel op je zenuw werken. En kijk, dan is het dat je natuurlijk, hè. Je moet nooit geweld gebruiken, maar vooral niet bij een opa. Dus ja, maar op zijn minst. Een kunstgebit stelen, sluit ik niet uit. Dat je daar zo opa gaat, dat je die kunstgebit eruit pakt. En dat je zegt, ja, kijk maar hoe je eet vanavond. Lul. Oh man. Oh, mijn fantasie ook altijd. Ah ja. Ja, ik weet wel, wat moet ik zeggen. En hard gaan. En kun je even je beste techno-move laten zien dan? Oh, hier nee, ben ik wel benieuwd naar. Oh, oh brilletje gaat op. Gaat op. Zonnebril gaat op. Dat zei je dan de hele nacht. De hele nacht. En waarom heb je eigenlijk een zonnebril bij? Ja, dat op zich. Ja, weet ik wat het is. Misschien ziet die move er niet eens zo slecht uit als je er een technobeat onder zou zetten. Want zonder zo'n beat, ja. Oh, de zonnebril gaat op. Kijk, let op. Dit de zonnebril is zo'n gaat op. Dat zei je dan de hele nacht. De hele nacht. En waarom heb je eigenlijk een zonnebril bij? Voor de felle lichten. Ja, dat is wel mooi. Dat is wel mooi. Het is op zich wel een move, hoor. Ik zou niet weten hoe je op techno moet dansen. Maar als ik dan zeg maar hè, iemand mij een tutorial zou geven en zou zeggen gewoon zo staan, op zich. Editor, luister. Als jij waagt om wat ik net deed geen muziekje te zetten, zodat ik er net zo voor lul bij staat als de gozer van net, ben je ontslaagd. Of je salaris wordt gehalveerd. Eén van de twee. Patat opwarmen met de airfryer in de Mac. Maak hem even open. Oh, je ruikt wel een verbrande koetsteen. Ik zit gewoon met heel veel vragen. Zeg maar, hoe kom je zeg maar op het idee om een airfryer mee te nemen naar een McDonald's? Geloof me, ik ben daar vaak geweest. Ik heb veel dingen meegenomen naar een McDonald's, maar nooit een airfryer. Wel mijn matras.
een joke hier en daar over mijn verleden, dat blijft leuk. Maar nee, ja, ik heb veel tijd erin doorgebracht. Maar goed, die tijd is geweest, zo zijn we niet meer. Nu zijn we, nu slapen we in de gym. Ik lig op mijn tricep. Oh man, kom man. We gaan door, we gaan door. Dit gaat weer, dit slaat weer door, jongen. Oh, hè? Wat doe je? Go, 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 go. Oh, dat is ook bij de Mac. Wat? Nee! Die medewerkers hebben daar echt geen zin in. Dit is volgens mij bij zo'n McDonald's, die nog in de nacht open is en waar heel veel dronken mensen langskomen. Ik zou daar lijf van worden. Ik zou daar lijf van worden. Ik zou dat niet trekken. Voor de mensen die werken bij een voedselketen, die in de nacht open is en waar dronken mensen langskomen, kunnen jullie even in de comments laten weten hoe vervelend het is. Want dit lijkt me echt verschrikkelijk. Op een gegeven moment zou ik mensen over de balie trekken. Maar ja, vervelend doen bij de Mackie, daar hebben wij ook wel een verleden mee. We gaan door. Skills. Dit kan nooit goed gaan. Ah, doe eens. Je bent, waarom ga je polen op krukken? Maakt niet uit. Lampjes doen. Maakt niet uit. Geloof me. Zim. Dit... Oh, op zich? Op zich? Ja hoor. Dan krijgen ze nou ook nog om. Nou, oké. Geneeld. Had ik het verwacht? Niet per se. Had ik gehoopt, ondanks ze zeg maar hè, op krukken loopt, dat ze misschien toch nog op de mel was gegaan. Heel misschien. Maakt mij dat sadistisch? Ik weet het niet. Maar ja, ik had een andere uitkomst verwacht. Ik denk die gaat plat. Maar te vergeefs. Dumpet. Wat heeft hij gedaan? De lach laat me stuk gaan en ik vraag me erg af wat die gozer heeft gedaan. Jammer zien we eigenlijk alleen gewoon wat er achteraf is gebeurd, maar hoe is hij daar beland? Kijk. Kijk. Klaar. Hoe krijg je dat voor elkaar? Oh, hoe is die daar beland? Ja, die jongen heeft een gouden lach. Die jongen heeft een gouden lach. Jammer dat we alleen niet de oorzaak hebben gezien. Maat, fuck dan. Hij is er ook helemaal klaar mee. Hij is er ook helemaal klaar mee. Oh, het is waarschijnlijk... Ja, ik zie het al. Het is een fiets. Hij is dus met een fiets hierin beland. Waarschijnlijk, ik weet niet zeker, maar misschien was het in het weekend. Had hij een drankje op. Probeerde hij te fietsen. Ging het niet helemaal goed. Ja. Oh. Ja, help even. Volgens mij is hij wel dronken. Het mooiste is ook zeg maar dat de jongen gewoon is gevallen, helemaal in de smurrie, gewoon onder de, ja ik wil het niet eens weten. Maar zijn mat die helpt hem vervolgens ook niet en die blijft maar lachen. Ja, dan ben je de gozer naar mijn hart. Ik zou niet veel anders zijn. Kijk, wat het leuke dan is... Dan oh, dit heb ik gezien, Mij klapt hij in de gezicht toch? Ja, volgens mij wel. Eén keer doe ik het zelf. Volgens mij is dat deze. Oké, ga er maar in. Oh, nou, de confetti kanonnen wij. Nee, nee. Kijk hier, hoppa. Ik doe het zelf. Het mooie is, dit... Oh! Ja, dit vind ik zo mooi. Gewoon het feit dat die constant niet afgaat. Vervolgens, je ziet het al gebeuren. Oh, nou, de confetti kanonnen wij. Nee, nee. Eén keer zeg ik doe het zelf. Het mooie is... Je ziet het gebeuren hier. Kijk, hoppa. Ben je er nog? Ja. Dit lijkt me... Maar ja, aan de andere kant denk ik bij mezelf, als je zo'n bedrag wint, dan denk ik, ja, knal alles maar in mijn gezicht. Dat klinkt trouwens fout. Dat klopt niet helemaal zoals ik het bedoelde. Maar hopelijk snappen jullie wat ik bedoelde. Oh? Mevrouw is boos? Wat is er los? Hé, hey, doe gewoon normaal. Maat. Besef dat iemand al gewoon al een periode aan het kijken is. Waarschijnlijk was hij al aan het kapot aan het gooien. Heeft hij eerst nog zijn telefoon gepakt. Heeft nog eerst zijn app afgesloten. Vervolgens zijn camera-app gedaan. Stond hij op foto. Dacht hij, shit, nee, ik moet naar video. Vervolgens is hij aan het filmen. Het is iets van 10 seconden stil. En je ziet die vrouw dit gooien. En dan krijg je dit. Hey, doe gewoon normaal. Hey, doe gewoon normaal. Ja. Dit is die Barkie, maat. Dit is niet Barkie. Ik weet niet wie haar boos heeft gemaakt. Waarom ze zich zo gedraagt.
Ja, dit is een hele boze mevrouw. Hoogstwaarschijnlijk is ze bij de kassa gekomen. Kwam ze bij de kassa, zag ze dat iets 1,99 kostte en moest ze uiteindelijk 2 euro betalen. Waarschijnlijk is het zo. Maar als je zoiets in mijn winkel had geplekt, ik had je eigenlijk persoonlijk eruit geplekt. Wat ik me wel afvraag, dit is een vrouw die waarschijnlijk zit in deze scootmobiel. En dan denk ik van ja, als je zoveel energie hebt, zoveel kracht hebt, gewoon kan staan en spullen kan gooien. Heb je die scootmobiel dan eigenlijk wel nodig? Maar goed, wie ben ik om te oordelen? Ik weet niet wat haar verdere problemen zijn. Maar ik weet wel dat ze in ieder geval nog wel aardig goed kan staan en spullen kan gooien. Maar ik ben benieuwd. Dit is de video is altijd verschrikkelijk. Hoor. Als iemand zo overdreven gaat doen. Man, soms staat dat ook op mijn tv op met YouTube Shorts en zo, maat. Geef mijn kinderen nog net geen huisarrest. Oh, vind ik dit altijd zo verschrikkelijk, man. Dat je zo'n challenge wil doen, oké, okay, leuk, maar waarom... Ja, ik irriteer me er gewoon aan. Ik weet niet wat het is, maar iets irriteert mij gewoon. Oké, okay. Bejaarde man verliest de controle over scootmobiel en schept AH-medewerker. Sterk. May the force be with me. Ja, maat, ja. Ja, dat is fucked up, jongens. Ja, dat is fijn. Ja, laten we even analyseren wat er nou precies gebeurt, weet je. We moeten wel kijken naar, we hoeven niet per se te kijken naar de ernst van de zaak, maar wel wat het heeft veroorzaakt. Ja, maat, ja. Volgens mij gaat het wel goed verder met opa. En heeft hij gewoon de juiste afslag genomen en is er niks aan de hand. Wat? Hoe denk je dat zo'n vrouw... Die is gewoon lekker bezig met of een product zoeken of dingen bijvullen. En dan, ja, die is gewoon de ochtend begonnen met van ja, vandaag gewoon een rustige dag op het werk. En dan krijg je dit. Ja, ja, daar ga ik lekker op. Ik geef het rood toe. Ik geef het rood toe. Oh, een Nederlandse zomer. Ja, even lekker krantje lezen. Ja, dit is dus typisch een geval van vertel dat je in Nederland woont zonder dat je laat weten dat je in Nederland woont. Dat zijn onze zomers. Maar hebben we afgelopen zomer een slechte zomer gehad? Maar waar zaten wel warme dagen tussen, toch? Dat een paar keer toch met zweet tussen mijn naden, dan word je gespannen van. Maar het kon beter. Nou, de koptelefoon is af. Ik heb weer mijn portie internetgekkies gehad. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als dat zo is, vergeet dan niet te liken, te subscriben. En dan zie ik jullie bij de volgende. Ik hou van jullie. Later. Skudaa!